10 jaar geleden was het de bedoeling dat deze Ringersfabriek gesloopt zou worden. Het was toen niet een al te fraai pand. Het was een winkelcentrum, een woonwinkelcentrum met witte platen er tegenaan uit de jaren 80. En daardoor was de hele historie en de geschiedenis van deze bijzondere fabriek was eigenlijk verborgen. Mijn naam is Joop Sik. Ik ben 84 jaar oud. Ik woon in Alkmaar en ik ben een Ringerskind. Als je daar gewerkt hebt, krijg je een chocoladeverslaving. Echt? Die chocola, nou die echte, die fijne chocola, dat was nummer 1 op. Ik denk ook dat het echt ongeëvenaard is. Ze hebben daar hele exclusieve producten ook gemaakt. Onder andere de sinaasappelschilletjes, de echte liqueurbonbons met echte liqueur. Je krijgt een heel grote kist met kersenbonbons voor je neus. Heerlijk. Ik ben nog altijd gek op kersensap. Ik denk dat het daar van is. Het allerlekkerste vond ik altijd brokken van letters waar de noten nog in zaten. Hazelnoot of zo. Ja, dat was heerlijk. Ik hoorde het verhaal over de Ringers vooral met mijn moeder. Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Duitsland. Die was helemaal gek van chocola. Dus bij ons thuis hadden we altijd allerlei soorten chocola, waaronder ook Ringers bonbons. Dus dat was een soort feestje altijd. Ja, de passie voor het behoud van gebouwen is bij mij ontstaan toen ik in Wageningen ging studeren. Ik moet maar bekennen dat het met die studie niet veel is geworden, maar er stond in Uiterwaarden daar een steenfabriek. Die stond al heel lang leeg en wij hadden het idee, ja, daar zou je toch een hele mooie invulling aan kunnen geven. Dat was een hele mooie plek, zo'n beetje verstild aan het water. Dat heeft mij altijd gedreven. Ja, ik heb ooit nog wel heel even gekeken om in Delft te gaan studeren, maar ik vond Delft een beetje saai. Grijze gebouwen, grijze luchten. Dus ik heb maar werkendeweg in de vrije tijd ben ik begonnen met het meehelpen aan het behoud van die steenfabriek en dat is inmiddels alweer halverwege de jaren 90, dus alweer 25 jaar geleden. En ja, al werkende weg het vak geleerd. De Ringersfabriek heeft verschillende eigenaren gehad in de loop der tijd. En die eigenaren hebben ook andere plannen gehad steeds. Toen in 2008 deze fabriek werd gekocht door ontwikkelaar MAB, had die plannen om deze fabriek weer opnieuw te herbestemmen en in oude glorie te herstellen. Er liggen dus rapporten waar je uit kan concluderen dat de fabriek goed genoeg is om weer totaal te restaureren. Wat uiteindelijk heel fraai is, en dat bleek ook hè, toen we vanaf 2013 aan de gang gingen met dit gebouw. Mijn eerste indruk was ook van, het is gewoon in één keer neergezet. Hè. Het heeft zo'n... Als je dus beter gaat kijken, dan zie je dus dat het echt uit ongeveer 5 fases bestaat. We kijken hier ook tegen die troggewelven aan. Dus wat dat betreft is er een hele bouwgeschiedenis af te lezen. Toen we bezig waren met de planuitwerking, toen bleek ook dat al die ramen die blijkbaar ongeveer even groot waren, dus helemaal niet allemaal even groot waren, die waren ongeveer allemaal anders. Dus er is een hele geschiedenis af te lezen. De verdieping die bovenop was uit hout gemaakt. Nou, zo kun je teruglezen de vooroorlogse periode, de naoorlogse periode. Dat zie je trouwens ook overzien. Wat ik begrepen heb, ook in het herstel wat uitgevoerd moet worden. De bouwkwaliteit is anders. Dus je ziet hier gewoon heel veel terug van zo'n bouwgeschiedenis. Als je zegt van wat valt echt in het oog, dan is het denk ik de plattegrond. Hè, die, als je er van bovenop kijkt, die E-vorm. En wat natuurlijk heel veel doet, is de gevel aan het water met het logo erin. Dat is natuurlijk iets wat wel heel veel doet. Dat bleek ook toen we die platen hadden weggehaald. Toen werd iedereen opeens echt helemaal wakker.
Tenminste, heel veel mensen waren al wakker, maar iedereen werd wakker van, wow, dat is echt, dat is natuurlijk het beeld ja, wat dan op een gegeven moment letterlijk en figuurlijk in het oog springt. Ja. Tijdens de voorbereidingen van de restauratie is de projectontwikkelaar met het verhaal gekomen dat de voorgevel te slecht was om nog te restaureren. Of dat waar is, weten we niet. We hebben gevraagd om die rapporten die dat aantonen. Die hebben we helaas niet gekregen. Misschien is het zo, misschien was de voorgevel te slecht om te restaureren. Misschien was het ook niet zo. Feit blijft dat de gemeente uiteindelijk medewerking heeft verleend aan de plannen om dan de voorgevel er helemaal uit te slopen en weer helemaal met nieuwe bakstenen opnieuw op te trekken, wel zoals het er eerst uitzag. Het is inderdaad heel ingrijpend wat er met de voorgevel gebeurt. Maar wat ik ervan begrepen heb, is er heel zorgvuldig naar gekeken. Heeft de gemeente er ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd? En is het nadrukkelijk ook een bouwtechnische, heeft het een bouwtechnisch aspect? Hè? Als die ankers waarmee het gevelblad zeg maar aan het betonskelet vastzit, ja, als die allemaal zwaar aangetast zijn en nog een aantal andere bouwtechnische ja, problemen opduiken. Hè? Want als je met zo'n monument aan de gang gaat, dan duiken de problemen op. Ja, dan kan dat en dan is het in dit geval ook een reden geweest om ervoor te kiezen om een gevel opnieuw, hè, maar wat ik begrepen heb wel in een handwerkvorm die opnieuw gebakken wordt in een bijzondere fabriek, die van de fabriek van Vogelenzang, om dat opnieuw op die manier op te trekken. Dan benader je wel heel erg ook het oorspronkelijke monument. Het gevelbeeld blijft sowieso in stand. Dat heeft te maken met lijnen, geleding, die horizontale structuur. Maar ook dus in het materiaal kom je dus heel dicht bij het oorspronkelijke monument. Uiteindelijk is het altijd een menselijk oordeel of vastgoed nou ook erfgoed is of niet. En wij als erfgoedvereniging ADAPT kijken dan heel vaak ook naar het verhaal wat bij een pand hoort. Soms kan een pand heel veel historie in zich hebben, zonder dat het heel erg mooi is, maar daardoor door het verhaal wat eraan vastzit wel de moeite waard om te bewaren. Deze ringersfabriek, daar hebben generaties Alkmaarders gewerkt. Daar hebben onderduikers gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is 70 jaar lang chocola gemaakt door de ringersfabriek. Die lucht is in de stenen gaan zitten. Het zweet van de onderduikers is in de oude stenen gaan zitten. Je moet willen dat dat zoveel mogelijk in de oude staat wordt bewaard en gerestaureerd om dat verhaal zo goed mogelijk door te vertellen aan nieuwe generaties. Hoe goed je een restauratiewerk, herbestemmingwerk ook voorbereidt, uiteindelijk gaat de aannemer aan de slag en uiteindelijk worden die stalen kozijnen eruit gehaald en uiteindelijk kom je erachter dat de ophanging van de gevel aan het betonnen skelet dusdanig is dat ongelooflijk veel geld gaat kosten. En dat zo'n project dan op een gegeven moment uit de rails loopt. En natuurlijk is het altijd mooi om zoveel mogelijk materiaal, oorspronkelijk materiaal, te behouden. Maar er zijn ook projecten en ik denk dat gemeentelijke monumenten hebben dan echt de pech dat er niet zoveel geld is als voor Rijksmonumenten. Maar kijk, bij een Rijksmonument was er gewoon het budget geweest om het wel te doen. Ik denk dat het toch wel zo simpel is. Kijk, als je als eigenaar van een pand opdracht geeft om iets te onderzoeken, dan kun je ook duidelijk maken aan de onderzoeker welke uitkomst je uiteindelijk wil. En daar houdt een onderzoeker ook rekening mee. De ringersfabriek heeft in de loop der tijd eigenaren gehad waarvan de ene zei van nou, ik wil het restaureren. Een volgende eigenaar zei weer van ik wil het slopen. Dus er liggen gewoon rapporten op tafel van de ringersfabriek waarbij de ene totaal een tegenstrijdige uitkomst heeft als het andere. Je moet het ook willen uiteindelijk als je gaat restaureren. Het kan altijd, maar er zijn wel hele hoge kosten vaak mee verbonden. En of die dan te hoog zijn, ja, dat oordeel ligt weer bij elke ontwikkelaar anders. De ziel van Ringers is voor mij toch nog steeds mijn moeder,
die zo'n doos bonbons heeft en dan die openmaakt en dan zo'n ons vergeet als kinderen. Gewoon de eerste bonbon pakt, die bonbon in haar mond stopt en haar ogen dicht doet. En dan moet je dus weten dat mijn moeder als kind in Duitsland heel veel armoede heeft gekend, net na de Tweede Wereldoorlog. Dus voor haar was die bonbon veel meer dan die voor mij was. Het was welvaart, welzijn, het was een warm huis, het was veiligheid. Dat is voor mij, maar dat is even heel persoonlijk, dat is voor mij dit. Ja, je kan je echt afvragen wat er dan nog over is van het gevoel, van dat gevoel, als je er een nieuwe gevel in zet. We mogen natuurlijk blij zijn dat het een gevel wordt die er precies zo uit gaat zien als de oude bouwtekeningen uit 1921. Maar het, ja, dat die historiserende nieuwbouw, ja, daar kan je eeuwig over discussiëren van of dat nou nog steeds enige erfgoedwaarde heeft.